Goedenavond mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandagavond, het is donker zoals je ziet. Ik heb afgesproken met een wijkbezoeker om nou voor eens en voor altijd een keer dat dilemma eruit te halen van wat is nou een wijkbezoeker. En is het nou hetzelfde als een diaken, dat soort dingen. Dus ik heb een afgesproken met Henk Jan en hij heeft nog iemand uitgenodigd als het goed is, een andere wijkbezoeker. En ik ga eigenlijk gewoon op bezoek bij de wijkbezoeker. Het is donker, dus vandaar. Dat ik even goed moet kijken waar het is. Dus ik ga de auto uit en dan loop ik die kant op. Lijkt een beetje alsof het echt midden in de nacht is, maar het is gewoon nog niet eens 7 uur. Nou, als het goed is ben ik bij het goede adres, iets verderop. Maar eerst wil ik even te vragen om even te abonneren op het YouTube kanaal van de Kruiskerk. We hebben al best veel abonnees, meer dan 100. Maar vergeet het niet te doen, het is gewoon gratis. Gewoon even op klikken en dan ben je abonnee en dan komen alle filmpjes gelijk als ze online staan bij jou. Ik ga nu even naar het huis lopen. Even aanbellen, hopelijk ben ik bij een goede adres. Ik ben iets te vroeg, uiteraard. Altijd. Kutje op te vroeg. En die zit er iemand klaar. Hallo. Kom binnen. Ik had al begonnen. Ik loop verder. Ja. Dankjewel. Je zat al klaar, zag ik. Nou, wij zijn eigenlijk al begonnen met het wijkbezoek, want ik heb al een lekker kopje koffie en ik zit hier samen met Henk-Jan en samen met Gerda, want dat zijn twee wijkbezoekers. En hoort koffie nou echt een beetje bij een wijkbezoek eigenlijk, Henk-Jan? Ja, eigenlijk een beetje wel, hè? Beetje wel, maar niet... Beetje wel, aan de andere kant, wijkbezoek is vaak ook een telefoontje en even langsgaan en... Dus het kan heel kort zijn. Ah, ja. Dan is er geen koffie bij. En als het wat kan, maar vaak komt er wel koffie bij. Dus het hoort er wel een beetje bij. Ja, het hoort er wel een beetje bij. En ik was even benieuwd, want de wijkbezoek, daar ga je dus ook echt wel bij mensen thuis. Is dat nu nog steeds een beetje gaande? Loopt het nog steeds een beetje op dit moment, Gerda? Het loopt wel, maar het loopt niet zoals anders. Want je kan niet zomaar binnenstappen bij iemand. Nee. Nee, en als ik aan een wijkbezoeker denk, en ik had het net al in het begin van het filmpje gezegd, dat is ja, toch dat je bij wat oudere mensen langs gaat om daar eens op bezoek te gaan. Maar misschien klopt het beeld wel helemaal niet. Dus misschien kan jij even kort uitleggen wat nou eigenlijk een wijkbezoeker is. Een wijkbezoeker is iemand die een stukje contact onderhoudt tussen de beleidende leden en de kerk. Want vaak zijn er niet zoveel ouderlingen meer. Vroeger kwam er een ouderling op bezoek. Maar dat gebeurt niet meer. Dat kan gewoon niet. En een wijkbezoeker is een soort contact. Dat contact mag heel vluchtig, is soms heel vluchtig. Gewoon een belletje of even vragen hoe het ermee gaat. En soms om wat te overhandigen. Maar goed, dat kan ook een bezoekje zijn. Ja, oké. Okay. En jullie zijn allebei al wijkbezoeker. Hoe lang bent u al wijkbezoeker? Ik ben 12 jaar wijkbezoeker. 12 jaar wijkbezoeker. Ik woon hier 13 jaar. Ah, oké. Okay. Nou ja, en u? Geleden. Ik denk een jaar of 7 of zo, zeggen ze nou. Ja, of 7, ja. En vindt u het leuk om wijkbezoeker te zijn voor de kerk? Ja, ik vind het nog steeds leuk, dus ik ga er nog even mee door. Ja, mooi zo. Het is leuk om dat contact met mensen te hebben. Ja. En het is ook allemaal een beetje in mijn buurt waar ik woon, dus je komt tussendoor ook nog wel eens iemand tegen. Ja. Waar je een praatje mee kan maken. Het hoeft allemaal niet zo officieel. Nee. En je let een beetje op wat er gebeurt, of ze inderdaad een feest te vieren hebben, of juist het ziekenhuis in geweest zijn, of dat hou je een beetje in de gaten. Ja, dus je houdt het kompas in de gaten. En, kompas, ja. En jij, hoe vind jij het om een wijkbezoeker te zijn? Ja, ik vind het heel leuk, een stukje contact met de mensen. En dan moet ik zeggen, als je begint, dan denk je van, oh, ik moet mensen echt goed leren kennen, en je moet bijna vrienden zijn, maar dat kan helemaal niet. Dat word ik niet van je verwacht. Maar als je begint, dan denk je dat een beetje van jezelf. Dat hoeveel, wanneer doe ik het goed? Ja. Maar ieder contact is al mooi meegenomen. En ik vind zoiets, als mensen maar niet zeggen van, kerk. Ik hoor nooit van iemand van de kerk. Nee, precies. En dat moet je een beetje opvullen, dat gat. Ja. Ik heb toch best ook wel de vraag vaak gekregen over, wat is nou een ouderling? Wat is nou een wijkbezoeker? En wat zijn de verschillen? Er zijn natuurlijk soms wat begrippen in de kerk die vooral ook misschien onder jongeren dan niet helemaal duidelijk zijn. En wat is nou echt het verschil tussen een ouderling, zeg maar, en een wijkbezoeker? En die vraag werd ook een keer gesteld met een vergadering door een wijkbezoeker. Van wat is het verschil eigenlijk tussen een ouderling en een wijkbezoeker? Ja. Vroeger ging een ouderling overal op bezoek. En dat is een plicht in de kerk en de vergaderingen. En tegenwoordig is een
ouderling meer een coördinator geworden. Ah, ja. Want al het bezoek, je hebt maar weinig ouderlingen, dus die kunnen niet overal bezoek. Dat is dan een beetje overgelaten aan de wijkbezoeker. En als ouderling moet je dan, ga je dan wel naar vergaderingen en heb je de afkondiging in de kerk. Dat je ouderling van dienst bent en dat soort dingen. Dus het is een totaal andere taak als dat het vroeger was. Ik denk een duidelijk verhaal. Mocht je nog vragen hebben over hoe het is om een wijkbezoek te zijn, dan kan je dat altijd laten weten. En vergeet natuurlijk niet even dit filmpje ook te liken. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Wij drinken nog even onze koffie op. Want bij dit wijkbezoek hoort wel koffie en een lekkere koek. Dus tot de volgende keer. Later.